What the fuck? Dit is een even van de bunker, gek. Te hebben. Gerrit? Nee, hier is echt een type kuil. Helemaal tussen de prikkelbosjes. En dat wordt denk ik niet. Maar wat hebben we er alleen daar gehad, hè? Zo, echt hoor. Echt allemaal doornen in benen, in je handen, in je hoofd. Met een speldenkussen. Ik heb ook overal stekels en prikkels. Maar ja, dit zakt niet zomaar in. En ik zie ook, daar liggen allemaal losse takkies. Dus dat we hier gaan graven, dat we wel in die ene bunker uitkomen. Dat denk ik ook wel. Zie je, daar al een randje van de bunker gevonden nu. Dus zijn we aan het graven. Het is wel heel krap met graven. Echt heel krap. Ja, je zit echt tussen alle stekelbosjes, jongen. Ik word er ook echt niet goed van. Je komt niet keren of je hebt een dorren in. Ja, dat bedoel ik. De hele tijd. Ik zit ook helemaal onder de priks. Maar ja, daar zal de ingang wel eronder zitten. Ja. Precies waar we nu graven, zeg maar. We gaan het proberen. Zo, ik denk is hem nu wat breder aan het uitgraven. Dan hebben we iets meer beweegruimte. We denken dat daar dus de opening zit. Ja, ik weet het ook niet. Maar het is dus echt, ja, wat Prien net ook zei, het is echt super krap. En overal prikkels. Dus ja, we proberen zo efficiënt mogelijk te werken. Prien heeft dus echt een heel stuk gegraven. Ja. En hier gaan we naar binnen. Kijk. Gaat er naar binnen? Oh mijn god! Ja, maar daar wil ik in. Oh mijn god, jongens. Ja, dat is goed, hoor. Hier wil ik in. Ik kan niet wachten. Oh. Ja, we hebben de ingang. Ja. Het is zeker weten een ST-bunk, want het dak is daar veel te dik. De bedoeling is dat ik als eerste naar binnen ga. En dan help ik het naar buiten duwen. Dan ga ik het naar buiten duwen. En dan kan Brie met onze mega amazing spade. Kan hij het naar buiten scheppen. Maar ik dacht dat we een lamp waren vergeten. Ja, we hebben hem. Is hij vol? Ik kan de achterkant zien. Ja, ook nog. Chill. Zo, wat hebben wij gelukkig gedaan. Een toeval lamptreffer hadden wij. Ja, een toeval lamptreffer. Oh, niet normaal. Okay. Maar kijk hoe diep het gaat, dus ik kan je weer niet zien op de camera, maar het is nu al 2 meter diep als je op de bodem staat, denk ik. Mijn hoofd komt net niet boven hier uit. Oké, zo waren we dus in Frankrijk. En toen dachten we nemen Panini mee lekker voor later. Ja, die vinden we dus nu ondertussen bijna oktober. We waren er eind juli. Zo, die gaan we zeker hier plaatsen. Free de broodje. Daarom rook je auto altijd zo'n leuk geintje. Nee, ik had gewoon moeten douchen. Oh. Oké. Okay. Yes, hey ho, let's go. En we hebben... En wat hebben we? Ja. Gasmeter meegenomen. Nou, daar zijn we nog niet goed bezig wel. Echt, hè? Nee, maar vet handig. Dus die nemen we mee. Ja. Als je dan gaat piepen, dan is het niet zuurstof. Ja. Wow, de afgrond in. Zo, het is echt leuk, ja. Zal ik even met de camera naar binnen kijken? Ja. We andersom houden. Oeh. Oeh, het gaat naar beneden. Ja, natuurlijk. Dit is de trap, toch? Ja. Zo. Wat, hè? Fucking cool. Ja? Gaat tering staan naar beneden. Stijl? Ja. En dit is de ST. Hè? Huh? Dit is de ST. Yes. We hebben hem. Yes. Oké, okay, geef ik aan. Ja. Oké. Ah, je gek, jongens. Dit is echt super krap, hè. Maar kijk. Dit is de ST. Super tof. En dit is de 14. 01, kijk. Tada! Oké, ik ga erin glijden. Zal ik wel eens gaan? Jawel. Dit is gaaf, hé. We zijn binnen. Kijk, daar komt erin. Ja, we gaan erin. Glijden, 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 glijden. Glijden. Kijk, daar op de muur heb je nog de letter L. Kijk hem. Leo was er ook. Kijk, ze hebben het putje uitgegraven. Bij je hand. Ja. Oh ja.
Kijk, ze hebben het hele putje uitgegraven. Hier is het allemaal zand. Kijk, die afsluiter zit er nog in. Dat is vet. Echt diep uitgegraven. Ja, hier liggen allemaal spulletjes nog. Potjes. Kijk hier ook. Oh, hij is allemaal verkalkt of zo. Ja. Aluminiumroest. Oh. Ik zie er niks aan denken. Kijk, wil je dat gaan doen? Hier nog zo'n ding. Juist. Lekker. Kijk, de rubber zit er gewoon in. Oh ja, zit er in. Waar is die grote lamp? Hier staat ook wat dingetjes, kijk. Oh, dit is van een filter, hè? Van een luchtfilter. Ja. Ja, van de bunker. Kijk, want hier staat die koolstof achter. Oh, ja. Ze wordt elkaar afgevallen. Zouden al die kleppen er gewoon nog op? Ja. Ik vind hem wel cool. Hij is zeker cool. Ik vind hem echt vet. Beetje jammer dat die bunkerkachel er niet in zit. Daar heb ik stiekem wel een beetje op gehoopt. Moet ze pikken dan? Ja, of hij moet hier op die berg met zand zitten. Nee. Dat is hem niet meekregen. Dat zie je allemaal niet op de camera, het is een mega diep gat. Het is echt heel diep. Kan je gewoon echt niet zien met een lens ofzo? Ik denk als ik ga staan dat je me nog niet eens uit het gat ziet komen. Nee. Dichtmaken en gaan. Ja, toffe bunker. Ja. Leuk. Wat? We zijn hier, die bosch. Search uit de jungle. Het is echt verschrikkelijk deze. Okay. Alleen maar prikkelpompen. Nou, voor het oog nog een bunkertje. Ja. Dit bij mij dus naar binnendoor naar een hele grote andere geschutsbunker. Zo. Waar zelfs nog dus schuttersluiken zitten, tekeningen binnen. En hier moeten wij. Oh. Mijn gedachten zijn dat er echt een grote spin zat hier, maar het is wel takjes. Maar kijk, want je gaat hier echt een dikke trekken. Zo. Oh, ja. Die pak hem vast. Ja, wacht, alsjeblieft. Op de zaklamp. Kijk, ja. Camouflage nog aan de binnenkant. Spin ready. Nu liep ik vorige keer bijna mijn gezicht tegen twee van die vlimhuizen. Vlimhuizen? Ja. Hier is het putje, zullen jullie het even bekijken? Ja, hier een putje, daar een putje, daar een putje. Hebben ze het heel uitgegraven? Nee. Hier. Oh ja. Oh ja. Zo, dat is echt een grote. Ja, dat is een hele grote. En die loopt dus nog helemaal door de andere kant. Kijk die tekening op de muur. Prachtig. Mooi hè? En het glaasje is heel bij deze. Ja, dat zie je dus ook nooit. Allemaal hout in het plafond. Ja. En gewoon nog verf erop hè. Niet voor alles, maar. Maar hieronder, hier kan gewoon spullen liggen. En hier deze dus. Het andere geschutsbunker dus beveiligen. Kijk hoe lang die gang is. Die is dus als een beest.
het putje aan het leegschrijven. Ik graaf gewoon zonder na te denken in het putje. Want ik wil niet weten wat er allemaal in kan liggen aan skeletten. Dit heeft hij net eruit gegraven. Ja. Maar hier in de onderkantje en dit is de put. Wat zal het een oude pijp geweest zijn of zo? Dat zijn we ook niet. Ik heb die pinboard er even verder. Ik heb door, door die afval wat ik eruit gegraven. Ja. Ik weet het niet. Lijkt wel zo. Ja. Ik denk dat deze niks is, maar die. Ja, dan meenemen we. Ja. Schoonmaak toch? Wat is dit? Oh, rekt er nog voor. Oh, dit is nice. Wat zie je? Kijk hier. Hier in dit gat, er zit nog met een oude krant. Zit die ingepropt, ja. Hij is dichtgemaakt met een oude krant. Als je die over elkaar hebt, krijg je gewoon een tekst eruit dan. Zal ik hem eruit pakken? Ja, zal ik filmen dan? Kom op. Kijk, daar zit hij. Als je die al voorzichtig eruit kan krijgen. Deze vind je. Ja, dat is ook wat. Kijk, er zit een hele krant in. Dat is Duits ook nog. Volgens mij. Oog voor detail. Ja. Oh, wat zit erachter? Kijk, eens verbrand, zie je? Mm-hmm. Dus ik even of je wat kan lezen. Menu? Min? Ik ga hem gewoon helemaal open, denk ik. Ja, ik ben misschien dat je het mooiste tegenkomt. Het is mijn vingers. Moet dat erop dan? Mei? 1944. Oh ja. Oh ja. Het is een krant uit 1944, hè. En die hebben ze gebruikt om het gaatje te dichten. Ja, hoe cool, hè? Nou, toch vet, dat vinden we toch wat. Ja, super gaaf. Ja, misschien is er nog meer in het gat. Ja, mei 1944 hadden we erover, ja. Zo, we zijn op put nummer 2. Ja, ik ben een ander putje aan het leeggraven en er zitten allemaal stukjes ijzer in. Maar het zegt me helemaal niks wat het is. Kijk, dit en dit. Ik kan er wel mee schraven misschien. Deze is ook trouwens echt te dik. En zwaar ook. Ja. En die had dan een stuk bier, denk ik. Zat er ook aan de onderkant? Nee, niks. Nee, dit was slecht. Oké. Okay. Neem deze mee voor te graven. Ja, slim. Hier heb je dus ook nog een trap naar boven. Oh. Hier ook een putje, maar die is wel lekker van. Kijk, hier zit daar. Een steenbunker. Die hebben ze dus dichtgemaakt. Die lijkt wel lekker van. Ja. Ja, daarheen. Deze kant. Soelij is eruit. Meer in de tuin. Maar hier is toch nog een of andere bunker met een gat erin. Hier ook. Ja, dat denk ik. Een kantinebunker. En dit is het grootste stuk bunker. Dit was zeg maar het bruggetje die ze beneden konden doen. En omhoog komen halen, dan vielen ze nu in het gat. Oh ja, met een trap en alles. Ja. Oh ja. Kijk eens, hoe gaaf is deze? De machinekamer. Mooi. Ja. Volgetekend en hier. Zo. Met de graden erop hoe je moet richten met het wapen. Ja. En is de oude luiken er nog voor? Zo. Hier. Commando's.
in één keer een put. Ja. Nou, weer een andere tocht in de jungle. Zullen we hem openmaken? Ja. Ja? Ja. Het is wel een diepe lijk wel. Ja. Is dat de ingang in de van de bunker? What the fuck? Hier is de ingang van de bunker. Wow. Nikado. Wow. Oh, ik wil hier in. Jullie moeten echt respect hebben voor Sio. Want die gaat dus in deze tunnelput misschien wel. Moeten we overleggen? Ja, ik ga wel. Ik kan er handrennen. We hebben net gemeten dat als ik hem hier pak. Ja. En de touw is dan zeg maar zo lang tot aan het witte randje. Dan is het nog lang niet zo als het met de arm omhoog is. Dat is zeg maar nog een heel stuk. Dus dat red je wel. Ja, ik ga het redden. Vet super spannend. Ja, dat is echt super spannend. Ja. Je begrijpt natuurlijk wel, als je moet inzetten, spring er ook in één keer in. Dus je moet dan alweer hoe we eruit komen. Ja. Dat is ook geen probleem. Wordt straks ineens in mijn kuiten gebeten. Door wat? Door een mens. Nee. Een kannibaal die hier. Nee! Ga naar mijn handen dan. Ja. Daar ga ik. Sorry. Kun je houden je touw vast? Ja. Nou, het is dus zo diep. Dat zagen we niet op de camera. Het leek veel dieper. Ja. Het leek echt dubbel zo duur. Ja, het is echt. Maar je wilt de lamp even, die is wel bijna op. Ja, het is wel een lampje, ja. Die is wel bijna op. En je eigen telefoon? Ja. Kijk. Respect voor Sio, jongens, in de comments. Want dit gaat bij mij keer stap 5 te ver, hoor. Hier, je telefoontje. Het lijkt wel iets van de bovenkant van een kist of zo. Er zitten gespen. Huh? Oh, ik ga hier zo. Wat? Oeh, ik ga trillen. Wat zie je? Ja, stap erdoor, jongens. Hij is niet diep. Nee, hij is wel diep. Hij is wel diep, hè. Ja, ik kan het ook hier ook zien. Ja. Oh ja, dat is een clipje. Ja. Hoe dan sluit ik van een... Van een kist. Ja, die houten kist zit dus daar. Oh. En hij is losgelaten. Maar wat zit in die houten kist? Ja, dat ga ik even bekijken. Of het alleen de deksel is of niet. Oh ja, dat is helemaal hot. Oh, hij is zelfs nog groen, hè? Kijk. Hey. Ah ja. Zie je? Ja. Ja, visvingers. Kijk, met de hendel en al. Wauw. Vet cool. Dus er liggen gewoon nog spullen in, hè? Ja. Dit is tof, hè? Ja. Kijk, hendel. Het valt wel allemaal op de kamer, het is wel echt nice. Er zit zelfs nog gaas in, waar ze denkt mee hebben geprobeerd te... Oh. Neem maar in het handvat mee, neem gewoon dat haakje mee dan of zo, weet je. Ik neem zo'n dit mee. Ja, ik kan het zo weer naar boven gooien. Ik heb het al bijna aangegeven straks. Bijna. Het is niet zo heel diep hoor, het lijkt echt heel diep, maar... Ik kan niet denken of dat ik 2 meter lang ben, maar... Maar dat is niet. Maar dat is niet. Maar dat was niet. Maar dat was niet. Oké, we kijken wat we nog meer even kunnen vinden. Eigenlijk, wat mijn meest ultieme droom is, is om hem helemaal leeg te halen. Maar dat wordt wel een heel werk. Wat dan? Ik zag net dat het mijn ultieme droom is om zo'n put eigenlijk helemaal leeg te halen. Want dan vind je misschien meer van dat soort dingen. Dat zou heel cool zijn. Ja, dan kunnen we wel een keer met een emmer en zo alles eruit halen. Ja, dan nemen we Jim een keer mee naar deze plek. Ja. Komt goed. Ja, ik denk dat ik nu weer een beetje naar boven moet gaan klimmen, of niet?
Ja, kan. Anders één voor één. Ja, die andere plank ertussen is eruit gevallen. Dus zal ik gewoon één deel geven? Ja, toch? Ja, er zit van alles op nog, ja. Ja. Moet je dit deel ook nog hebben of niet? Nee, ik niet per se. Het is wel leuk om het te vinden, dat is al genoeg. Ga je weer voor mij nog foto maken? Wat wil je? Foto. Had ik al gedaan. Oh, ik ben het beste. Zo. En dan pak je gewoon aan je polsen en dan trek je gewoon eruit, hoor. We zijn in een andere bunker gekomen. Kijk, volgens Pinwe, we zitten op ja, van een fotocamera, lijkt me. Ja, dat is een Polaroid. Schoenen. Twee schoenen. Zullen we die eruit halen? Ja, daar vind ik dus alle kansen. Een muis! Oh, mijn muizen! Ah, ik schrik me de ratten. Oh, nog eentje! Dat zijn. Man, ik schrik me. Ik had met mijn hand erin, hè? Waar zit hij? Ze klimmen daar omhoog! Oh. Nou, daar gaat er een! Kijk. Daar gaat hij! Pak hem! Kijk. Huh? Ja, pak hem. Dan gaat hij me bijten, hè? Dat is een leuk huisdier. Oh, wat schrok ik daarvan, zeg. Jezus Christus, kom maar. Ik zat met mijn hand, jij graaft gewoon zo'n nest open, joh. Hier zit hij. Oh, spring op me. Wat gaat hij hier doen? Wat doet hij hier? Hij gaat springen. Pak die lamp. Hij is niet meer bang, hij is in de aanval gegaan, kijk. Hij gaat even het eten ondertussen, kijk. Ja, best wel. Cute. Ja, hoe gaat het? En Mickey. Dun. Mini heeft al de benen genomen, hoor. Oh, wat schrokken wij van jou. Je hebt echt geen idee. Hij is wel schattig. Wou jij hem vast dan? Nee, ik ben een keer met gegraven, toen vond ik ook een muis. Ja. En toen beet hij hem in mijn arm. Toen ik had hem op mijn hand gedaan. En toen zei hij, hij knauwde me. Maar hij is gewoon aan het wassen, hij is op tang. Kom. Oh, hij is helemaal zielig, ouwe. Nee, pak hem. Boy, hij is helemaal... Oh. Hij beet Ik zag hem je voel bijten, ouwe. Jongens, wat moeten we dus nooit doen? Muisjes pakken. Hij beet me. Maar nee, dat is gezellig hier. Ja, wacht. Ja, we zijn best leuk, hoor. Oh, oh. Oh, ja, kom maar. Het lijkt wel zo'n steenratje. Oh, daar gaat hij. Naar boven. Pak hem. Hij valt. Wauw, zo gaan ze dus altijd naar boven en naar beneden. Dat was echt slim. Ik was dit aan het onderzoeken en toen kwam in één keer... ik zag in één keer wat springen. Ik dacht, oh, dit is gewoon een spin, hè? Ik dacht zeker dat het een spin was. Wat is dit voor een of andere alien? Ja, hier ligt ook een mega plaat. Dit zijn van UFO's. Echt een mega plaat, dit. Ik vond dit een onderdeel is van de bel van Hitler. Ja, leuk, hè? We gaan met de schep moeten gaan, maar we hebben wel muizen gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. Bunkermuizen. Wauw, ik kan je echt niet voorstellen hoe hard ik schrok, hè? Hier, heb je nog zo'n goede vriend van mij? Daar heb ik niks mee te maken hebben. En hier dan, dat is de kachel. Is er nog nooit iemand ingevroed, schat? Het zou allemaal kunnen dat er wat uitvalt. Dat heeft nog nooit iemand gedaan. Ik had toch vorige keer die hierdoor. Ja, wij hebben een keer zo'n zilveren mes heeft gevonden toen. Die zat ook in zo'n gat. Wat was dat? Een stukje ijzer. Mag dat niet? Nee. Het kwam er zo'n hele zilveren mes heeft uit. Ja? Ja. We zijn helemaal... Bosjes, man, en bosjes gaan. Wat? Ik heb hem niet goed gefilmd, maar het was echt een hel om door al die planten en de bosjes te gaan. Ja, helemaal onder de krassen. Ik denk dat sommige stukken van 10 meter duurden ook gewoon een kwartier. Nou, minimaal. Ja. Dacht je dat je eerst helemaal door kon lopen en dan zat je weer met je nek of met je haren of met je trui vast? Oh. Ik heb nog nooit zo vaak dood willen zijn, maar... Oh, ja. Nou, we hebben het in ieder geval overleefd. We gaan naar huis. Ja.